Van de week waren we met leidersbijeenkomst. En daar werd de tekst gedeeld over dat Jezus zegt, als de graankorrel niet sterft, dan blijft hij op zichzelf. Maar als de graankorrel sterft, dan draagt hij veel vrucht voort. Nou, dat is natuurlijk een tekst die op het leven van Jezus zelf sloeg. Want Jezus heeft zijn leven afgelegd. Maar ik ben er verder over nagedenken. En ik denk eigenlijk van, het koninkrijk van God is eigenlijk heel onlogisch vaak in de ogen van de mensen om ons heen. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden, omdat God op een hele andere manier kijkt dan dat wij kijken naar de dingen. En wij moeten dus gaan leren om met de ogen van God te kijken. En ik heb deze, de titel van de preek vanochtend heb ik genoemd, ik zie wat jij niet ziet. Ik zie wat jij niet ziet, zou je kunnen zeggen. En dat is heel de Bijbel, is dat, ze komen dat tegen. Hè, bijvoorbeeld kijken we nou even naar Matteüs 20. En dan zegt Jezus, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de grote macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn, want wie onder u groot wil zijn, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Nou, ik heb het een beetje in een plaatje geprobeerd te gaan doen. Kijk, wat ziet nou de mens, wat zien wij? Wij zien soms mensen die gewoon aan het dienen zijn, aan het helpen zijn of aan het zijn. En wat ziet God dan? Die zegt ineens, die zal de grootste zijn. Dus wat God ziet is een koning, is een koninklijke, is wauw, wat een geweldige persoon zeg. En soms zien we machthebbers in deze wereld, weet je, of mensen die een hele grote sterke. En wat zie je dan, wat ziet God? Helemaal niks. God ziet helemaal niks. Want in de wereld zijn de mensen groot, maar wat ze doen voor God is 0,0 in de ogen van God. Want God heeft alle machthebbers en zo die allemaal voor hun eigen macht bezig zijn, voor hun eigen business bezig zijn, voor hun eigen dingen zijn. Dat heeft totaal geen enkel waarde in het koninkrijk van God. Terwijl mensen van wie je misschien denkt van, wat doen die nou, weet je? Of dat allemaal, maar Jezus kwam om te dienen. Dus dienen, wat God ziet, is iemand die dient. Wat God ziet, is iemand die er voor die ander is. Want Jezus kwam ook niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven als losprijs te geven voor velen. En dat werd gewaardeerd door God. Dus wat God ziet, is vaak heel anders dan wij zien. En wat de mensen zien en wat de mensen waarderen. Laten we nog eens een keer een verhaaltje kijken. Dan zegt Jezus op, die ging bij die schatkist zitten. En dan ziet hij dat een hele menigte geld gaf aan die vele rijken wierpen er geld in. En er kwam een arme weduwe die er 2 kleine muntjes inwierp. Dat is een kwadrans. Ik weet niet hoeveel, maar het is heel weinig. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben uit hun overvloed geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Dus God keek naar het hart. Helemaal niet naar de hoeveelheid werk wat ze deden. Ik heb het ook in een plaatje proberen te zien. Kijk, bij God is het omgekeerd, hè? Wat ziet in deze natuurlijke wereld gaf die weduwe gaf eigenlijk niks. Niemand kan er wat mee doen met het geld wat ze gaf. Maar in Gods ogen, zij gaf met haar hart alles wat ze had. En in Gods ogen heeft ze dus schatten verzameld in de hemel. In de hemel is ze steenrijk. Want overal wordt over haar gesproken. Heel wat preken zijn over deze gelijkenis gegaan. Heet je? En dan, sommige mensen in deze wereld die doen zo ongelooflijk veel in het natuurlijke. Die zeggen, wauw, wat die allemaal bereikt hebben, wat allemaal. Maar als dat niet voor God is geweest, weet je. Als dat niet vanuit hun hart is geweest, dat
echt van God is, als mensen hun eigen naam opmaken zijn, weet je, oh, wat een geweldige muzici, oh, wat een geweldige mens. Maar als ze alleen maar een naam maken voor zichzelf, dan blijft er niks over in de hemel. Ja, nog een heel klein zakje heeft hij beet. Misschien nog iets wat hij heeft gedaan, wat waarde heeft in het Koninkrijk van God. Maar er is dus een heel verschil van wat mensen waarderen en wat mensen zien en wat God ziet. En dat zien we eigenlijk voortdurend in de Bijbel. In alles, in bijna nou, heel veel teksten in de Bijbel zegt, wie zijn leven zal verliezen, die zal er behouden worden. Om mijnentwil, weet je. Hè, dus als wij niet leren met de ogen van God te kijken, dan missen we het. Dan missen we het plan van God. Dan zijn we hartstikke druk bezig met van alles en nog wat, wat alleen maar waarde heeft in deze wereld. Maar niet in het Koninkrijk van God. Dus eigenlijk heb ik gezegd, dus hier zou je kunnen zeggen, wie is de grootste? Hebben we net gehad, hè? Wie is de grootste? Die is allemaal die gaat dienen. Die zijn leven geeft als een lofprijs. Wie geeft de meeste? Degene die met zijn hart het helemaal aan Jezus geeft. Die zijn met hart toegewijd is. Die eigenlijk, wauw, God op de eerste plaats zet. Want heel veel mensen die heel veel doen, die zetten God helemaal niet op de eerste plaats. Dat is voor hun eigenlijk gewoon maar iets wat erbij is. He, dus mensen kunnen, wat mensen zeggen, wat mensen doen, God kijkt naar het hart van elk mens. Nou, nog een mooie tekst erover is in Matthäus 6. Ik heb ontdekt dat er zoveel over die tegenstrijdigheid in de Bijbel staat. Elke keer weer opnieuw zie je het. En wanneer u vast, Matthäus 6, vers 16, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, tot zij hun loon al hebben gekregen. Dus mensen kunnen soms vasten, allerlei religieuze dingen doen, om door mensen gezien te worden. Nou, dan ben je weer helemaal hier in de natuurlijke bezig. Geen enkele waarde in het Koninkrijk van God. Ze hebben hun loon al gekregen, namelijk tot ze door mensen gewaardeerd worden. Nou, mensen zien ze waarderen ze, weet je. Alle muzikanten die voor zichzelf spelen, mensen waarderen ze. Ze hebben hun loon al gehad hier. En in het Koninkrijk van God, dan, dat is de eeuwigheid. Waar je loon, dat is de eer. Wil je je loon alleen maar hier hebben ontvangen? Jo, de ene moment zeggen ze halleluja, de andere moment zeggen ze kruisig hem. De ene moment zeggen ze leven de koning, en de andere moment zeggen ze kruisig hem. Dat was bij Jezus zo. De ene moment ben je heel erg populair, en de andere moment, joh, word je vergruisd door mensen. Maar toch, heel veel mensen doen dat. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgene is, en uw vader die in het verborgene ziet, zal u het in het openbaar vergelden. Dus de vader ziet het in het verborgene, wat je doet voor hem, en hij geeft jouw loon daarvoor. Het loon komt dan van de vader. Wauw. En dan staat er, als we verder gaan, verzamel je geen schatten op aarde, waar mot en roest te verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Weer het verschil tussen wat op aarde belangrijk is, schatten verzamelen op aarde, of schatten verzamelen in de hemel. Dus dat is wel een heel belangrijk verschil, wat elke keer weer opnieuw in de Bijbel wordt genoemd. En waar een grote tegenstrijdigheid in zit. In wat wij doen hier op aarde, en wat belangrijk is in het Koninkrijk van God. Daar zit een heel groot verschil in. En de Bijbel roept ons op om bezig te zijn met de dingen die belangrijk zijn voor de eeuwigheid. En ik ga er nog een paar teksten over lezen, want ik kwam bijna in elke vers in de Bijbel tegen die tegenstelling. Kijk nou bijvoorbeeld naar Galaten 6, vers 7 en tot 9 staat van: God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait,
zal uit zijn eigen vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want er zijn de tijd zullen we oogsten als wij het niet opgeven. Dus weer die tegenstrijdigheid, we kunnen zaaien op ons vlees, de dingen die hier fijn zijn, oh, die hier zo aantrekkelijk zijn. Of we kunnen zaaien in de geest. Ik ga straks even uitleggen wat dat is, of we gaan het met elkaar uitzoeken. Ik denk dat we met elkaar gaan uitzoeken wat het is. Zaaien in de geest en dan zul je oogsten. Maar misschien duurt het wel een tijdje voor je oogst. Maar je zult gaan oogsten. Dus iets wat je hier in deze natuurlijke wereld doet, kan soms heel, heel onmiddellijk bevredigend zijn. Maar als je iets voor God doet, dan is het, geeft het een eeuwige bevrediging. Dan heeft het een eeuwige bevrediging. Nou, dat is iets wat ook Jezus zei. Ik heb de tekst in het begin aangehaald. Ik wil hem ook nu lezen, Johannes 12. Dat is, hij zegt van zichzelf, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tuinbekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dan zegt hij, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwig leven. Als iemand mij dient en mij volgt, dus eigenlijk bezig is met waar Jezus mee bezig is, dus eigenlijk ziet wat God ziet, dan zegt hij, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dus er is een eer van de Vader te behalen als wij bezig zijn in het Koninkrijk van God. De dingen voor hem te doen. Wauw. Dus dat is een heel groot verschil. De dingen die God waardeert in ons leven en de dingen die mensen waarderen om ons heen. Het hoeft niet verschillend te zijn hoor. Het kan ook hetzelfde zijn als mensen gericht zijn op het Koninkrijk van God. Maar in heel veel gevallen is dat ook niet zo. Heel veel gevallen zijn mensen met totaal, zeker mensen die God niet kennen, ook met totaal andere dingen bezig dan belangrijk zijn in het Koninkrijk van God. En de Bijbel geeft die tegenstelling voortdurend, bijna elk boek wordt die tegenstelling zeker genoemd. Daarbij ook in Johannes staat weer, welke wereld heb jij lief? Er staat, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Weer dat verschil tussen, ben je bezig, welke wereld heb je lief? Heb je de wereld lief die hier is? Of hebben wij het Koninkrijk van God lief? Hebben wij hem lief? Willen wij zijn wil doen? En dat is best wel lastig om dat soms te ontdekken misschien. Maar toch, als je met God leeft en wandelt, en je bent met zijn woord bezig, wauw, dan zie je in zijn woord de dingen die voor God belangrijk zijn. En dan wil je daarmee bezig gaan, dan wil je zeggen, oh wauw, en dat is dan voor ieder, zoals het bij ieder past. De een kan misschien heel makkelijk praten met mensen, weet je. En die zegt, nou joh, ik wil mensen over de Heer Jezus vertellen. De ander die dient gewoon heel praktisch vanuit zijn hart. Omdat hij gewoon de liefde van God door hem heen laat stromen. Op zoveel verschillende manieren kunnen we dat laten doen. Maar het kost ook altijd wat. Het kost altijd wat om het Koninkrijk van God, om Jezus te volgen. Want heel vaak moet je keuzes maken die rechtstreeks tegen de waardes en normen om je heen ingaan. Zoals Jezus ook. Jezus deed de wil van zijn Vader. En hij kwam daar heel veel tegenstand tegen. Hij kwam ook mensen tegen die met hem meegingen, maar hij kwam ook heel veel mensen tegen die tegen hem waren. En dan moet je gewoon kiezen. En dan zegt de Bijbel heel duidelijk van, nou, wat wil je? Wat kies je?
Wil je je leven verliezen voor mij? Of wil je de eer van mensen blijven zoeken? En wil je de mensen gaan behagen? En dat is de keuze die elke keer weer in ons, de keuzes weer elke keer weer bij ons komt. Elke keer weer. He, toen wij bijvoorbeeld ervoeren dat we naar Amerika moesten gaan. En dan ga je alles, dan geef je wat op. Je vaste baan die je opzegt. Nou, dat is niet iedereen in de familie ziet dat zitten als leuk. Nou, fijn joh, je zekerheid geef je op. Je gaat iets doen. Henk en Joke, die weet je, die naar het Zenningsveld gaan. Ik weet niet of dat jullie ouders het al direct gewaardeerd hadden allemaal. Misschien wel hoor. Dat kan wel niet, knik je ook. Okay, ja, dat kan. Je geeft iets op omdat je God wil volgen. En dat kan voor de een heel veel zijn, zelfs zijn leven. Voor de ander kan dat zijn een promotie opgeven. Of van de ander kan het zijn niet betrokken raken bij. Of het is heel verschillend. Maar het is altijd zo, het koninkrijk van God is heel anders dan het koninkrijk in deze wereld. En botst ontzettend vaak met het koninkrijk en met de dingen in deze wereld. Alleen, als wij de wil van God gaan doen, en als wij daarvoor kiezen om te gaan doen wat God belangrijk vindt, dan groeien onze schatten in de hemel, waar we in eeuwigheid zullen zijn. Dus wij bouwen iets op. En ook Jezus. Ik wil even nog dat ene plaatje laten zien van Jezus. Dat ergens achteraan. Dat is niet van Jezus, maar het is een plaatje van wat God ziet en wat de wereld ziet. En dan eigenlijk over Jezus zelf. Ik denk dat deze is. Ja, goed ja. Kijk, wat God ziet toen Jezus naar deze wereld kwam. Wat zag God? Nou, God zag mijn zoon die gezond is met een opdracht. Hij zou de volmaakte wil van de Vader gaan doen. Hij was gekomen om te sterven voor de zonde van de hele wereld. Hij zou de dood en Satan overwinnen. Hij kwam om eeuwig leven te geven aan de Vader. Hij kwam om de Vader aan de mensen te laten zien, het koninkrijk van God. Wat ziet de wereld? Een timmerman, een goed mens, een leraar, gaat om met zondaars, bedreiging voor positie van de farizeeën, weet je, zoon van Jozef, profeet. Ze dachten misschien bevrijden van het Romeinse overheersing. Heel veel verschillende gedachten over het leven van Jezus. En alleen Jezus was er totaal niet mee bezig wat de mensen van hem dachten. Hij wilde de Vader behagen. Hij wilde zijn leven zo leiden tot hij bezig was met wat God ziet en wat God wilde. En daardoor wandelde hij helemaal zijn eigen weg en luisterde hij voortdurend naar de Vader. En was hij bezig met de dingen die de Vader belangrijk vond, die de Vader wilde, die de Vader behaagde. Hij wilde zijn Vader behagen. En daardoor droeg hij enorm veel vrucht. Maar niet op aarde. Op aarde niet. Op aarde gaf hij veel mensen genezing. Maar op 33-jarige leeftijd is hij uit het leven gerukt. En door niemand werd hij begrepen aan het eind van zijn leven. Iedereen riep kruisig hem, zijn leerlingen verlieten hem. Dus in de wereld was hij geen succes. Voor de wereldse ogen had hij gedacht van, nou, die oproeikrariër, die is er ook weer in ieder geval. Hè, die allemaal onze positie innam, want die farizeeën die zaten zo heerlijk op hun tronen, godsdienstige leiders, weet je, die zeiden van, zo, nou, wij hebben hier de boel wel in controle. Wij zullen wel zorgen dat de mensen doen wat we willen. We hebben al die regels, al die wetten. En dan komt er iemand en die gooit alles omver. Weet je, en die farizeeën die zagen al zijn positie bedreigd worden, joh. Ze lopen allemaal achter hem aan. Wat moeten de, en dus waren zij bezig om koning te zijn in hun leven. Geen waarde in het koninkrijk van God. Wit gepleisterde graven. Van de buitenkant mooi, van de binnenkant waren ze alleen maar bezig met dat. Dus, maar Jezus kwam om de Vader te laten zien. En wat kreeg hij? Ongelooflijk veel weerstand. Mensen die achter hem aanliepen, die hem van hem hielden natuurlijk, die genezing van hem ontvingen. En mensen die hem totaal niet mochten, die hem niet konden uitstaan. Mensen die hem niet wilden accepteren. Mensen die zich bedreigd voelden in hun positie. Mensen die, noem maar op, ze beschuldigen hem van alles. Ik geloof dat het niet anders is voor ons als wij de Heer Jezus willen volgen. En weet je wat het lastige is? Als je van beide kanten
de eer wil ontvangen. Heel lastig. Als je zegt, oh Heer, ze mogen mij niet op mijn werk. Heer, wilt u dat toch veranderen tot ze me wel weer mogen? Waarom? Waarom? Het is toch gewoon logisch. Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. Ze hebben mij gevolgd, vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. Ze hebben mijn woord aangenomen, ze zullen ook jullie woord aannemen. Ik geloof dat wij moeten bezig zijn met de wil van de Vader in ons leven, in elk facet van ons leven. Elke keer weer. Mogen we dan niet genieten van dit leven hier? Tuurlijk. Abraham was ontzettend rijk. Alleen, Abraham wordt nooit gewaardeerd vanwege zijn rijkdom. Wist je dat dat gewoon een zegen van God is? Want de Bijbel zegt helemaal niet van, moest kijken hoe rijk Adam was. Abraham was. Weet je wat God zegt? Kijk eens naar zijn geloof. Abraham is een voorbeeld voor ons vanwege zijn geloof. Niet vanwege zijn rijkdom. Vanwege zijn geloof. Alleen God zegende hem buiten maat. Weet je? De zegen zegt, zoek eerst het koninkrijk en al het andere krijg je bovendien. Dus God wil ons wel zegenen, maar als je dan op die zegen blijft zitten, dan ben je weer bezig met het aardse. Dan ben je weer bezig met het natuurlijke, wat in het natuurlijke belangrijk is. Nee, als je veel ontvangt, kun je veel geven. Kun je een sluis zijn van de liefde van de Vader, om het weer door te geven. En om weer mensen tot zegen te laten zijn. Weet je? En dan mag je zeker genieten van de zegeningen die God geeft. Maar wij zijn gericht op het koninkrijk van God. Wij willen verzamelen schatten in de hemel die waardevol zijn voor de Vader. Zodat als we straks bij hem komen, dat wij iets mee kunnen nemen wat waardevol is in het koninkrijk van God. En niet alleen wat waardevol is in deze wereld. Wauw. Jezus was zo gericht op zijn Vader. Hij zegt, Vader, ik wil uw wil doen. Wat is uw wil, Heer? Kost het me wat? Dan kost het me wat. Mogen mensen mij, fijn dat mensen me mogen en waarderen. En mijn liefde aannemen en zo. Mogen ze me niet? Heer, ik wil toch uw wil doen. Want ik wil dat u tevreden over me bent. Dat u blij met me bent. Ik wil, Heer, dat ik, die liefde van u, Heer. Want in eeuwigheid ben ik bij u. De tijd hier op aarde zijn wij slechts burgers. We zijn hemelburgers, maar we zijn slechts vreemdelingen, pelgrims op deze aarde. Daarom is het zo mooi. Dus wat, voor jezelf moet je ook elke keer afvragen, wat ziet God in deze situatie? En wat zie ik, of wat zien de mensen in deze situatie? Maar wat ziet God in deze situatie? Want wat God ziet, dat is belangrijk. Hoe kan ik in de situatie waar ik ben, schatten verzamelen voor mijn Vader? Wat moet mijn houding zijn om het koninkrijk van God te presenteren, te representeren? Wat moet in deze situatie mijn beslissing zijn, zodat de Vader, ik behaag, de Vader blij is met de beslissing die ik neem? En kost hem hier iets in mijn leven? Dat is maar tijdelijk. Dat is maar tijdelijk. Alle apostelen hebben hun leven gegeven eigenlijk met de marteldood. Omdat zij verder zagen dan dit tijdelijke leven. En ik denk van wat is dat mooi om keuzes te maken die gebaseerd zijn op de eeuwigheid. Op wat God ziet. Dan worden wij als het ware levende steen. Ik wil eventjes kijken naar het laatste plaatje. Een geestelijk huis bouwen. Dat is, kijk, ook zelfs in het kerkgebeuren moet je kijken, wat ziet God in onze gemeente ook, hè? Soms kunnen wij zo blijven steken met tradities, met wetten, met regels, met allerlei dingen of met een gebouw wat we belangrijk vinden. Maar Gods kerk, God ziet een lichaam, een geestelijk huis is hij aan het bouwen. Hij ziet mensen die elkaar lief hebben, mensen die hem centraal zetten.
Mensen die hem de eer geven. Mensen die hem volgen, die willen worden zoals hij is. Dat ziet hij. En alles wat we doen in de gemeente moet bijdragen aan de bouw van dat geestelijke huis. Waarin zoveel mogelijk mensen meegenomen worden in het kennen van de Vader. En in het groeien naar het beeld van de Vader toe. Dat is wat nodig is. Dus het gaat niet om bepaalde activiteiten. Zeggen we, oh joh, we zijn gewend om elke zondag dat of dat te doen. En nu doen we het een keertje niet. Of het gaat een keer anders. Oh, dan hebben we weer komen. Nee, daar gaat het niet om. Wat zit erachter waarom je iets doet? Wat zit erachter? Dus altijd heeft het te maken met het geestelijke huis wat God aan het bouwen is. We zijn levende stenen en Jezus Christus zelf is de hoeksteen. Ja, we zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. En er staat van, kom dan naar hem toe als levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. 1 Petrus 2 vers 4. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen, kijk, heb je het weer, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Wil je bij de mensen uitverkoren en kostbaar zijn? Of wil je bij God uitverkoren en kostbaar zijn? Dan wordt ook u zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Wauw. Wij willen een geestelijk huis bouwen en dat vraagt ook geestelijke offers. Dat vraagt offers van ons om een huis te bouwen. Om een huis te bouwen, want je bent soms aan het investeren in iets. En je ziet dat mensen tegen je zijn, zoals Jezus ook. Jezus behaalde de grootste overwinning aller tijden, maar had ook de grootste tegenstand aller tijden. Toen hij naar het kruis ging. Maar door zijn dood heen behaalde hij de grootste overwinning aller tijden. De hemel is nu geopend. We kunnen zomaar bij de Vader komen. Weet je? En ook door ons leven als daam een offer te geven voor hem. Hè? En dat betekent niet meer zoiets van, joh, ik ga naar een gemeente toe. Ja, nou, dat bevalt me hier niet hoor. Ze zingen hier te hard. Of weet je, of ze doen dit of dat. Of dat allemaal. Dan sta je weer jezelf centraal. Maar weet je, je kunt ook zo zeggen van, Heer, waar mag ik u dienen? Waar mag ik u gaan dienen? En als er dan iets niet bevalt, ergens zeg je van, Heer, maar u hebt mij geroepen, ik ga meebouwen. Ik ga meehelpen om tot een hoger niveau te komen. Ik ga meehelpen om dat geestelijke huis te bouwen. En ik blijf niet steken met allerlei kritiek of allerlei oordelen op het natuurlijke. Hè? Allerlei theorieën. Nee, ik ga meebouwen aan een geestelijk huis. Door mijn gebed heen, door mijn inzet heen, door mijn liefde heen, door mijn dienstbaarheid heen, door mijn, o Heer, waar hebt u mij geplaatst? Zoals Isaac en Jesse nu daar in Oeganda zitten, zeggen ze ook van, Heer, wat wilt u dat we gaan doen voor u? Ze hadden ook hier kunnen blijven. Dat is veel comfortabeler daar dan hier, dan daar. Weet je, je hebt allerlei zekerheden hier, het is heel makkelijk, maar ze hadden een hart om daarheen te gaan. En dan komen ze nu ook allerlei dingen tegen, die soms ook moeilijk zijn. Maar ze weten, God heeft ons gezonden. Als God je zendt, dan neem je de prijs, de kosten op de koop toe. Want je wilt hem behagen. Nou, dus ik heb de Heer telkens gevraagd van, Heer, ik wil gaan zien zoals u ziet. Ik wil niet dat ik zie zoals de mensen zien. Hier in deze wereld. Ik wil de gezindheid van u hebben en zien wat u ziet. Ik wil belangrijk vinden wat u belangrijk vindt. Ik wil schatten verzamelen in de hemel. Door mijn houding, door mijn leven, door mijn tijd, door mijn geld, door mijn inzet, door alles wat ik heb, wil ik hem behagen. En ondertussen zegt God dan, wauw, mijn zegen rust op jou. Zoek eerst het koninkrijk, al het andere krijg je bovendien. Wauw, ik ga jou zegenen. Ik ga jou tot zegen laten zijn. Toen Salomo vroeg voor wat hij wilde. Hij zegt van wijsheid
Ik wil wijsheid. Heer, vraag maar iets, zei koning Salomo. Zei God tegen koning Salomo. Vraag maar iets wat je wilt. En Salomo dacht na en zegt van, nou ja, ik kan wel rijkdom vragen, maar ik heb eigenlijk wijsheid nodig om dit land te besturen. En hij kreeg wijsheid. En met die wijsheid kreeg hij ook om de gelijk een enorme rijkdom, weet je. Maar dat had hij niet om gevraagd. Dat kreeg hij erbij. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. God wil ons zegenen. Maar wat God van ons verlangt, is om een hart te hebben. Wat hem wil behagen, wat hem wil dienen in alles wat we doen. Nou heb ik een vraag, het laatste heb ik als een vraag gesteld. Een paar vragen, het laatste dia van... En dat is eigenlijk, wat betekent voor jou schatten in de hemel verzamelen, of de dingen waar we het over gehad hebben. Wat betekent voor jou je leven verliezen? Haat in deze wereld. Wat betekent het voor jou om alle dienaar te zijn? Of wat betekent het voor jou om in de geest te zaaien? Of wat betekent het voor jou om een levende steen te zijn? Weet je? Wat? Natuurlijk kunnen we dat allemaal anders invullen in ons leven. En we hebben allemaal een andere prijs te betalen daarin. En we hebben ook allemaal andere gaven en talenten gekregen waar we mee God mee dienen. Waar we zeggen van, wauw, dit is iets, ja. Maar we lopen ook allemaal tegen dingen aan. Als je voor God wil leven, zul je altijd zien dat je een prijs gaat betalen. De graankorrel moet sterven om vrucht voor te brengen. In deze wereld zal het een stukje sterven zijn, omdat je Jezus wil volgen. En dan botst het tegen de duisternis om je heen.